我们向你们表示欢迎，以战斗的最后陈述。Lastig hè, als je elkaars taal niet spreekt. In het proces naar een energie-neutrale woning lijkt dit te vaak te gebeuren. Alle betrokken partijen willen wel stappen zetten, maar begrijpen elkaar niet altijd. Met als gevolg dat er geen enkele stap wordt gezet. Maar waar zit nou die gezamenlijke meerwaarde waarmee je wel elkaars taal spreekt? Gezamenlijk? Ja, zeker gezamenlijk. Want samen sta je sterker. Dat geldt ook voor de bewoners van de wijk Lunetten in Utrecht. Een wijk die als stedenbouwkundig experiment in de jaren 70 is gebouwd en waarbij inspraak van de bewoners de leidraad was voor de ontwerpers. Een wijk die ook anno 2015 bekend staat om haar betrokkenheid. Iedereen woont graag in een fijne wijk, in een mooi huis en met leuke buren. Samen met je buren kun je bouwen aan een sterke buurt. In een sterke buurt voel je jezelf ook eerder veilig. En zo investeer je niet alleen in wooncomfort, maar ook in woongeluk. We hebben een intelligente verbinding gebouwd. Een smart grid, dat alle partijen met elkaar verbindt, waardoor duurzame innovaties kans krijgen, waardoor bouwpartijen kant-en-klare klantprofielen ontvangen, waardoor financieringen mogelijk worden gemaakt, waardoor bewoners op maat gemaakte bouwoffertes krijgen, waardoor wijken zichzelf echt op de kaart zetten en buren elkaar vinden. Een smart grid, een verbinding die uitdaagt en aanjaagt. Binder, weten wie je in huis haalt. Binder verbindt de meest uiteenlopende data en oplossingen van alle partijen binnen de keten. En nu is het de beurt aan de bewoner. Die meldt zich hier aan en vult de vragen in over de buurt, de woning, de persoonlijke situatie en natuurlijk de woonambitie. Binder koppelt hierna de juiste partijen aan elkaar. En dan is de start gemaakt. We zien je denken. Leuk, maar gaat dit werken?